En als de recording vanavond klaar is, ja, dan wordt dat daarna weer op YouTube geplaatst. 21 deelnemers, hartelijk welkom. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Ron Havenaar, voor degenen die mij nog niet kennen. Ik heb een kleine praktijk in het zuiden van Nederland, om de omgeving van Eindhoven, in Best om precies te zijn. Jullie kunnen ook mijn website bekijken. Ik zal het even laten zien. Mijn website heet intensivecareforyou.nl. En daar publiceer ik ook regelmatig cursussen in, onder andere online seminars. Kijk maar even rustig wat er van je gading is. Ja, we zullen een aantal dingen ook wel bespreken. Ook een aantal dingen die in de volgende cursussen besproken zullen worden, maar ook een aantal dingen waar ik vandaag geen tijd voor zal hebben. Wat we vandaag gaan doen is dat we gaan bespreken wat Spooky 2 Scalar is. Spooky 2 Scalar is inderdaad een interessant project. En daar ben ik ook onmiddellijk op gedoken vanaf het moment dat dat beschikbaar kwam. Omdat ik al van verschillende kanten al had gezien dat daar een speciaal iets in zit, waar in de wetenschap tot nu toe nog niet veel aandacht aan is besteed. Maar ook dat zal in het komende uur wel ter sprake komen. Wat we vandaag zullen gaan doen is dat we gaan kijken wat is dan Spooky 2 Scalar eigenlijk voor apparaat. We zullen ook wel wat meer details gaan zien van wat is eigenlijk een scalaire golf, oftewel een longitudinale golf, in het Engels vertaald als scalar wave. We zullen zien dat er ook ondersteuning is van sommige wetenschappers, ja, die aantonen en zelfs wiskundig kunnen bewijzen dat Tesla gelijk heeft gehad en dat longitudinale golven wel degelijk bestaan. We zullen een aantal voorbeelden zien van de voordelen van scalar waves. En zeker ook wat ik ga vertellen is wat ik in mijn eigen praktijk heb meegemaakt met het apparaat van Spooky Scalar. En ik geef een paar voorbeelden van hoe kun je dan de hardware kant-en-klaar maken voor het gebruik. Zowel de hardware als de software. En daar zal ik wel een demonstratie van geven voor zover het de software betreft. Twee dozen. Spooky Scalar komt met twee dozen, waarvan één een transmitter en de ander een receiver. Wat is dat namelijk voor een apparaat? Dat zijn twee antennes. Die zijn identiek, die zijn op elkaar getuned. Dat is vergezeld van een coil, oftewel een spoel. En die twee spoelen zijn ook identiek en zijn dus op elkaar getuned. Ja, wanneer deze twee antennes geactiveerd worden en er zit een aardingskabeltje tussen, ja, dan bevinden zij zich in een resonantiesysteem. En tussen die twee antennes bevindt zich dan een soort straalverbinding met een carrier. Ja, en die carrier die vervoert dan zowel energie als ook informatie. Dat is wat we in deze presentatie zullen gaan zien. Wat kun je daarmee doen? Je kunt daar behandelingen mee geven. Een biologisch systeem heeft voordelen van scalar waves. Ja, en de voordelen daarvan zijn onnoemelijk. Wat kun je dan nog meer mee doen? Je kunt er ook nog een apparaat aan hangen, een generator, waardoor je de RIFI-frequenties kunt activeren. En je kunt ook medicamenten op de receiver leggen, waardoor ook de subtiele substantieinformatie mee in de carrier wordt verschoven naar de transmitter toe. Hier zie je het. Wat is de bedoeling? Je zet de kleppen open. Je zet natuurlijk ook het power unit op de transmitter. En daar zit een aardingskabel tussen die twee dozen. Ja, en dat is omdat Tesla van oudsher elke unit met een aardingsbuis in de grond geslagen en wel een koperen buis, waarschijnlijk tot 30 meter diep, zodat de aardkorst wordt gebruikt als geleider om de terugkerende golf te transporteren. Ja, de elektrische verschijnselen worden dus over de aardingskabel getransporteerd. De functie van die twee deksels is dat er dus een antenne plaatsvindt. Die twee antennes die koppelen zichzelf in een elektrisch veld en in dat elektrisch veld treedt een staande golfbeweging op. Ja, en hier op deze foto zie je dat je dan als patiënt
een behandeling kunt krijgen met behulp van deze scalar waves. Dit alles is gestart in de tijd van zeg rond de eeuwwisseling, vorige eeuw. Nikola Tesla was een uitvinder, een fenomenaal genie, mag ik wel zeggen. Hij is de uitvinder van heel veel patenten geweest, waarvan zelfs nu nog niet eens altijd duidelijk is wat hij met zijn patent ooit heeft bedoeld en wat hij daarmee beoogde. Alleen hij wist wat hij wilde. Hij kwam in de Verenigde Staten terecht en heeft daar uiteindelijk ook Edison min of meer zeg maar verslagen. Edison die wilde per se aan winnen met zijn gelijkstroomverdeling. Hij dacht dat hij overal op de hele stad New York gelijkstroom kon verdelen en dat leidde ertoe dat overal hele grote units beschikbaar moesten zijn. Maar Tesla had een systeem uitgevonden met wisselstroom. En al die uitvindingen die we nu hebben zijn nog steeds gebaseerd op wisselstroom. Alle mechanische en elektrische apparatuur die aangedreven wordt met behulp van wisselstroom is altijd nog gebaseerd op een patent van Tesla. Dus je zou kunnen zeggen dat zelfs nu nog op dit moment de hele wereld profiteert van alle uitvindingen die Tesla toentertijd heeft uitgevonden. Alleen helaas, Tesla is daar zelf niet rijk van geworden. Dat interesseerde hem waarschijnlijk ook niet zo heel erg veel. Hij hield zich alleen in zijn hoofd bezig met het uitvinden van nieuwe dingen. Daar haalde hij zijn voldoening uit. Wat heeft Tesla toentertijd voorgesteld? Je moet denken dat zeg maar in de tijd van 1880, 1890, dat het helemaal niet duidelijk was wat elektriciteit was. Je kunt jezelf al afvragen of het nu wel duidelijk is wat elektriciteit feitelijk is. Je ziet hier op deze tekening hieronder dat er twee verschillende voortplantingsmethodes zijn van elektromagnetische golven. Die ene heet een transversale golf en die andere heet een longitudinale golf. De transversale golf wordt uitgebeeld hier door de slingerende lijn op en neer. En elke golf heeft één golflengte gerekend van één top naar de volgende top. Dus één top en één dal vormen samen één golf. Daartussenin zie je dan de spiraalvormige veer getekend. En het is dan de bedoeling dat dat uitbeeld dat dat feitelijk een compressiegolf is. Je zou dat dus kunnen vergelijken met dat stootballetjes effect wat daar hier in de tekening nog zichtbaar is. Met andere woorden, als ik hier dat balletje loslaat, even kijken waar is mijn muis hier, pointer, pen. Kijk, als ik hier dan dit balletje dan loslaat, in die richting, ja, dan botst hij er tegenaan en dan zal uiteindelijk de laatste zal dan de lucht ingaan. En waarom? Omdat de impuls waarmee de bal tegen de eerste aanbotst doorgegeven wordt via al die bolletjes van gelijke massa. En als die massa identiek is, dan verliest die impuls weinig effect en zal de laatste met praktisch dezelfde snelheid omhoog gestuiterd worden. Dat wil dus zeggen dat de voortplanting van die golf in die materiebolletjes, dat kunnen koperen bolletjes zijn bijvoorbeeld, als een compressiegolf door die massa heen gaat. En Tesla had het idee dat dat gebeurde met elektromagnetische golven. Ik zal even proberen dat uit te tekenen, wat hij in zijn hoofd had. Hier. Dit had Tesla in zijn hoofd. Ik zal even de penseel aanzetten. Hier zeg maar één rechte lijn. Dit is de voortplantingssnelheid. En wat doen elektromagnetische golven? Ja, elektromagnetische golven die gaan op en neer. Ja, en dat is dan transversaal. En waarom? Omdat de fase van de elektromagnetische golf haaks staat
op de voortplantingsrichting. En Tesla had het idee, nee, zo zit dat niet. Hij had het idee dat als je kijkt naar de voortplantingsrichting, dat dan de compressiegolven staande golven zijn in het golfveld zelf. Zo. En dat dan de voortplantingsrichting identiek is aan de golfrichting. Ja, en dat wordt dan genoemd longitudinaal. Ja, longitudinaal betekent in de lengte van, terwijl transversaal betekent haaks gericht op. Dat is het verschil. Uiteindelijk is door middel van de radiogolven duidelijk gemaakt dat de man die daar aandacht aan besteedde, dat was Hertz. Ja, en dan is het nog steeds zo dat het aantal trillingen wordt nu nog steeds bepaald in het aantal trillingen per seconde. En dat noemen wij de frequentie. Ja, de frequentie F, die wordt dan in hertz gemeten. Ja, terwijl longitudinale golven, dat was een uitvinding van Tesla. En hij vond dat dat heel belangrijk was. En dat zal ook in het verloop van deze bespreking wel blijken, dat dat inderdaad iets is wat door de wetenschap over het hoofd is gezien. Goed, dus de compositie is aan de ene kant transversale golven, dat zijn de gewone elektromagnetische golven zoals die met radio en tv worden verstuurd. Ja, en aan de andere kant compressiegolven waarmee Tesla het idee had dat zowel energie als ook informatie kan worden overgedragen. Met transversale golven, denk aan radio, wordt namelijk geen energie verstuurd. Ja, en waarom niet? Omdat namelijk de energie verloren gaat bij transversale golven. Ook dat zal ik er even bij zetten. Ja, hier de verzwakking. De verzwakking van golven. Ja, dat loopt met 1 gedeeld door de afstand in het kwadraat. Ja, dat wil zeggen als ik 10 meter verderop ben, dan is het al 100 meter, 100 keer zo zwak. Ja, en dat is natuurlijk wel heel akelig, want dat is ook de reden waarom zulke gigantische zenders in de lucht worden geholpen. Als je die paar microwatt van je gsm-telefoontje wilt gebruiken om dat te ontvangen, moeten er dus misschien wel kilowatts of megawatts door zo'n zender in de lucht gezet worden, voordat er überhaupt enig signaal op je telefoon komt. Tesla had het idee van nee, dat doen we fout. We moeten naar een systeem wat een vermoedelijke efficiëntie heeft van meer dan 90%. Ja, en dan vervoer je zowel de energie die nodig is, als ook de informatie. Dus er is een soort strijd geweest tussen Tesla en Hertz, waarvan Tesla de longitudinale golven voorstond en Hertz die gaf zijn voorkeur aan de transversale golven. Een voorbeeld van longitudinale golven is altijd bijvoorbeeld geluidsgolven, die zijn altijd longitudinaal. En waarom ook? Ja, geluid dat plant zich voort als compressie in een gas, dus de lucht. Ja, en dan in de lucht worden de luchtmoleculen samengedrukt en dat plant zich voort in de lucht. Er is daarna iemand geweest die heette James Clerk Maxwell. En hij heeft de wiskundige formules bedacht die te maken hebben met de elektromagnetische verschijnselen. En gek genoeg was in die wetenschappelijke wiskundige beschrijvingen die Maxwell heeft geponeerd, zowel de longitudinale golven als ook de transversale golven, die lagen daarin beide opgesloten. Ja, alleen toen was het een strijd van ja, welk deel van die twee. Moment, even mijn telefoon uitzetten. Zo. Welk deel is nou waar? Is het nou longitudinaal of is het nu transversaal? Dat was toen op dat moment niet duidelijk. Denk aan bijvoorbeeld 1888. Ja, toen werden er dus draadloze verbindingen opgericht met behulp van transversale golven. Ja, en toen zeiden ze, hé, wacht even, dat gaat dus werken.
En toen ontstond er dus feitelijk dan een soort tweespalt. Ja, wat zou nou waar kunnen zijn? Dus Maxwell heeft wetenschappelijk de fysica onderzocht en geformuleerd in zijn vergelijkingen op wiskundig gebied. Ja, en Tesla heeft uiteindelijk voor zichzelf wel kunnen aantonen dat die scalaire golven of longitudinale golven wel degelijk bestonden. Zijn apparatuur was daarop gericht. Nadeel van Nikola Tesla was dat hij niet in staat was om een theoretische onderbouwing te geven voor de verschijnselen die hij had waargenomen. Ja, en daarom werd hij niet helemaal serieus genomen. Ja, en aangezien Hertz had aangetoond dat transversale golven wel degelijk bestonden, daarom hebben ze in de wetenschap toen een keuze gemaakt. Op zich is dat natuurlijk een beetje dom. Waarom? Omdat een keuze voor de een niet uitsluit dat de ander misschien ook gelijk heeft. Voor zover in de kwantummechanica dat jullie bekend is, heeft licht bijvoorbeeld golfverschijnselen, maar ook deeltjesverschijnselen. Waarom een golf? Ja, licht gedraagt zich ook min of meer als een golf, omdat namelijk de brekingsindex van licht in een lens uitstekend verklaarbaar is door middel van golfbewegingen. Ja, maar als we het hebben over het elektromagnetische vrijmaken van elektronen op een plaats die te belichten is, dan kan dus een lichtkorrel of een foton kan een deeltje vrijmaken, een elektron, uit het materiaal. En dan heeft het dus alle verschijnselen van dit moet een deeltje zijn. Dus in de kwantummechanica doet zich het verschijnsel voor dat alle materie tweevoudige eigenschappen heeft. Een dualisme. Het is zowel golf als ook particle, oftewel deeltje. Ja, en daarom, omdat ze dus Hertz de voorkeur gaven en Tesla uitgesloten hebben, daarom zijn ze er nooit uitgekomen waarom materie een dualiteit vertoont, zowel golf als ook onderdeel. Ja, en daar zullen we dan in de komende presentatie ook iets meer aandacht aan besteden. Ja, omdat Constantin Meil namelijk iemand is, een Duitse professor, die uitgerekend heeft dat dat allebei kan. Dus het is niet zo dat Hertz gelijk had en Tesla ongelijk, of omgekeerd dat Tesla gelijk had en Hertz ongelijk. Nee, ze hadden allebei gelijk. Waarom is de scalar wave van belang? In tegenstelling tot elektromagnetische transversale golven kan een scalaire golf namelijk energie vervoeren. Dat is belangrijk omdat bijvoorbeeld als wij onze cellen bekijken, dan zijn wij ook afhankelijk van elektrische energie in onze cellen. Bijvoorbeeld als er een mitose, oftewel celdeling, zou moeten gebeuren in een cel, dan is het ideale voltage tussen de 70 en de 90 millivolt. Anders gaat die mitose, oftewel celdeling, gewoon niet door. Als het voltage te laag is. Oké, ook bijvoorbeeld zeg maar het verwijderen van afvalstoffen, het opnemen van voedingsstoffen. Activiteiten in al die cellen die moeten betaald worden natuurlijk met een bepaalde mate van energie. Die energie wordt, zoals jullie waarschijnlijk weten, betaald met de moleculen genaamd ATP, oftewel adenosine trifosfaat. Ja, maar die worden opgeladen in de mitochondriën. Die mitochondriën, dat zijn onderdeeltjes van een cel, ontzettend klein, maar die produceren een hoog voltage en zijn zo in staat om die ADP, adenosine difosfaat moleculen, op te laden. Dus ze kunnen dan moleculen voorzien van een elektrische lading. En nu blijken die scalaire golven die intracellulaire voltages te kunnen verbeteren. Dat is één van de dingen, omdat namelijk scalaire energie vervoert ook daadwerkelijk energie. En het is al aangetoond in laboratoria dat cellen beter gaan presteren als ze onderworpen worden van tijd tot tijd aan een blootstelling aan scalar waves en dan hun productie aan energieinhoud omhoog gaat. Ja, dus als je gaat vergelijken tussen scalaire golven en elektromagnetische golven,
Ja, scalaire golven zijn longitudinaal. Die planten zich voort in hun eigen veld. Elektromagnetische golven zijn transversaal en gedragen zich als gebruikelijke golven. Wat is dan het verschil? Ja, scalaire golven neigen ernaar om zich als deeltje te presenteren. En elektromagnetische golven neigen ernaar om zich als golf te presenteren. Ja, scalaire golven verliezen geen energie over grote afstanden, terwijl transversale golven die verliezen onmiddellijk energie, omdat hun energieverlies gelijk staat met 1 gedeeld door het kwadraat van de afstand. Een ander punt is dat scalar waves niet gehinderd worden door metaal. Jullie weten waarschijnlijk wel wat de kooi van Faraday is. Als ik in de auto zit en ik heb geen signaal, dan komt dat omdat er een kooi omheen zit van ijzer of van blik. Ja, en die kooi of die afscherming van elektromagnetische straling die voorkomt dat in de auto een signaal optreedt. Nu zullen jullie zeggen, ja, maar dat is niet waar, want ik heb in de auto ook een verbinding. Dat komt omdat de antennes die zijn tegenwoordig zo klein en die worden gemaakt van fractalantennes. Die produceren ook een groter aandeel aan scalar waves. En die zijn ongehinderd door metalen. Ja, dus je zou de test kunnen doen als ik de twee boxen van Spooky Scalar allebei in een metalen kooi zou plaatsen. Ja, dan blijkt dat dat geen verschil maakt. En dat het signaal gewoon domweg naar de andere kant gaat, omdat die twee coils een staande golfbeweging hebben. Ja, voorbeelden van elektromagnetische golven zijn de radio, lichtgolven, röntgenstralen. Ja, voorbeelden van scalar waves zijn plasmagolven, geluidsgolven en ook neutrinostraling. Misschien komen we er nog aan toe om iets over neutrino's te zeggen als we het straks hebben over Constantin Mile. Een van de dingen die Tesla heeft bedacht en die ook waar blijken te zijn, is dat als je een elektron laat bewegen, dan treedt er een magnetisch veld op. Ik zal het hier even nog een keer proberen te tekenen. Zo. Stel voor, ik laat hier een elektron bewegen, die gaat die kant op. Ja, dat is negatief geladen. Ja, wat gebeurt er dan? Dan treedt er een soort magneetveld omheen. Wat gaat er dan met dat magneetveld gebeuren? Ja, die heeft een compressie naar het midden toe. En wat gebeurt er dan? Zo'n elektron, als zich dat voortbeweegt, heeft dus in feite dan een soort tunnel die hij om zich heen kan creëren. Ja, en dat ontstaat dan omdat in dit geval, wat je op de foto ziet, dat Tesla hier dus die enorme vonkenregen weet te produceren. En je ziet hier ook die gedefinieerde aderen, omdat zeg maar de luchtmoleculen geïoniseerd raken en door dat knijpeffect van het magnetisch veld rondom een spanningsval, ja, dan knijpen zij naar elkaar en dat vormt dan een soort slang. Ja, natuurlijk is die beweging is flexibel. Ja, en denk ook aan bliksem. Dat als een bliksemschicht naar beneden schiet of door de wolken schiet, dan creëert hij een soort open buis waarin dan geleiding mogelijk is, omdat de luchtmoleculen in de buis geïoniseerd zijn geraakt en dan ook niet van hun plaats komen door het knijpeffect van het magnetisch veld wat rondom zo'n bewegend elektron plaatsvindt. Ja, dat gebruiken ze nu ook, dat knijpeffect, of in het Engels dat pinch effect, in bijvoorbeeld de Tomahawk circulaire elektronversnellers. Ja, en dan ze hopen daarmee ook een soort magnetisch veld te creëren wat zo'n compressie geeft dat ze daarin ook kernfusie kunnen vangen. Dat soort projecten lopen nog steeds, maar er is nog steeds geen technische eindoplossing voor gevonden. Dit is de man over wie ik het jullie heel graag zou willen hebben. De man zelf heet Constantin Mile. Voor degene die Duits verstaan, dan gaan zijn toespraken over scalaarwellen. En die staan ook allemaal op YouTube. En als jullie Duits verstaan, zou ik jullie willen aanbevelen. Ga even op zoek in YouTube
en tik zijn naam even in. Constantin Mile. Zo. En dan kun je al die besprekingen hier zien. Al die voordrachten die hij de laatste jaren heeft gehouden. Ja, en bijvoorbeeld als jullie Duits verstaan. Ja, dan kun je beter intikken Skalarwellen. Ja, en daarin legt hij heel duidelijk uit, want deze goede man is beter een Duits spreker dan een Engels spreker. En ik vind persoonlijk dat zijn Duits makkelijker te begrijpen is dan enig gebrek aan Engels. Ja, bijvoorbeeld hier Skalarwellen Versteen, een van de beste presentaties die ik van hem ooit gezien heb. Is in der Medizin. Ja, hier is 1 minuut en een kwartier. Ja, en daarin vertelt hij iets heel bijzonders. Waar ik straks nog op zal terugkomen. Wat heeft deze man namelijk voorgesteld? Dat rondom. Ik zal even nog het tekenbord openzetten. Oh, deze. Goed. Dat als een elektron in de rondte loopt, dat dan een scalar wave ontstaat spontaan. Ja, zo'n elektron kan in de rondte lopen. En als er dan een scalar wave ontstaat, dan is die natuurlijk haaks op de rotatie van het elektron. Hij heeft voorgesteld, en denk ook aan bijvoorbeeld een tornado, dat alle materie voor te stellen is uit een rotatie met een compressie en een rotatie met een expanderende golf. Ja, dus hij heeft dan hier aan de ene kant expansie. En aan de andere kant compressie. Wat gebeurt er dan? De expansie treedt van binnen naar buiten uit en de compressie van buiten naar binnen. Ja, dus hier in de compressie is het in feite het oprollen. En dan treedt er van die golf op als een deeltje. Terwijl bij de expansie is het uitrollen. En dan treedt het golfje op als een golfbeweging. Ja, dus dit is dan de elektromagnetische golf en dit is dan de scalaire golf. Beide zijn altijd aanwezig en houden elkaar in evenwicht. Dat is tenminste zijn idee. En zou je een tornado gaan bekijken, dan blijkt dat zo'n tornado, als zo'n storm over het land raast, dan heb je dus in het midden... hier windstil, of liever gezegd omhoog. Ja, en dat de ene stroom zeg maar linksom is gericht en de andere gaat rechtsom. Ja, en dan de tegengestelde bewegingen leiden ertoe dat die buis van die tornado die blijft staan alsof die van solide materiaal is. Dat is natuurlijk niet zo, maar die krachten die zijn dan daar opgeheven. Terwijl in het oog van de storm staat die op nul. Ja, en daaromheen, daarbuiten, kan bijvoorbeeld van alles worden opgezogen in het oog van de golf, van de tornado. Hij heeft een prachtige website, waar ook heel wat boeken op staan. Bijvoorbeeld mile.eu. Ja, daarin verkoopt hij ook zijn boeken. Die boeken heb ik persoonlijk ook gekocht. Daar hoort bij het boek bijvoorbeeld Neutrino Power, waarin hij precies uitlegt wat Tesla bedoelde. Want Tesla heeft toen al gezien dat scalaire golven wellicht hun veld hebben in uiterst kleine neutrale deeltjes. En die neutrale deeltjes die hebben zo'n transparantie dat ze met gemak dwars door de aarde heen vliegen. Hier heb je nog al die andere boeken van hem. Ik heb ze allemaal hier in huis. Ja, ze zijn vrij wiskundig van aard.
Dus als je geen wiskunde in huis hebt, dan is het misschien wat minder praktisch om deze boeken te bestellen. Ja, wat wel heel erg interessant is, dat is, even kijken, dit boek in het Engels, DNA en Cell Resonance. Ja, dat is een uitstekend boek om als introductie te beginnen, omdat hij namelijk precies uitlegt hoe scalaire golven van invloed zijn op onze DNA. Ja, dus deze man, Constantin Mile, is een van de topwetenschappers. Hij is PhD. Ja, maar zoals je waarschijnlijk wel zult begrijpen, Constantin Mile heeft het niet makkelijk gehad. En waarom niet? Omdat de hele wereld struikelde over zijn verhaal. Natuurlijk is dat ook zo, want als hij gelijk heeft, dan zal de hele moderne fysica moeten worden herschreven. En waarom? Omdat zij ervan uitgaan dat de lichtsnelheid is een constante. Hij zegt nee, dat is niet waar. De tijd is een constante en de lichtsnelheid is variabel. Daardoor is het dan ook mogelijk dat neutrino's zich verplaatsen met boven de lichtsnelheid gemeten snelheden. En dat is al heel interessant, want een van de dingen die hij vertelt in zijn boek, zal ik jullie heel even kort uitleggen. Dat als hier nou bijvoorbeeld de zon is, dan heb je hier de aarde en die aarde die draait om een as. Ja, dan heb je de neutrino's die van de zon komen. Ja, dus de neutrino's, dat zijn uiterst kleine deeltjes die dwars door de aarde heen kunnen gaan. Ja, en het gekke is dat ze bijvoorbeeld aan de nachtzijde een veel lager aantal neutrino's kunnen meten dan aan de zonzijde. Ja, dus overdag, laten we zeggen dat je 's nachts ongeveer 50% van de neutrino's kunt vangen. En waar blijft die neutrino's dan? Die kunnen bijvoorbeeld in de aardkern worden opgenomen. Dat wil dus zeggen dat de aarde absorptie heeft. Ja. Waar is mijn muis? Absorptie. En daardoor, als de aarde absorptie heeft voor neutrino's, dan moet dus de massa groter worden. En hij heeft uitgerekend, als de massa groter wordt, dan moet de aardrotatie dus iets afnemen. Dat blijkt het geval. Ja, dus je zou ervan kunnen uitgaan dat in de lange historie in het verleden de aardrotatie misschien 2 of 3 keer zo snel is geweest als nu. En dat de aarde langzamerhand groter is geworden omdat de massa heeft toegenomen. Ja, omdat de absorptie van die neutrinostraling in de aardkern heeft plaatsgevonden. Hij heeft dat uitgerekend, hoeveel dan die aardrotatie zou moeten afnemen op grond van de massatoename. En dat blijkt een verrassende overeenkomst te zijn met de waargenomen vertraging in de aardrotatie. Ja, dus doe jezelf een plezier. Bestel een keer zo'n boek. Ja, andere documenten kun je nog steeds van hem lezen. Want die PDF'jes die zijn soms ook spontaan op het internet verkrijgbaar. Die worden gewoon, als je goed zoekt, dan kun je ze goed vinden. Even over dat boek over DNA en celresonantie. Hier zie je een tekening zoals een DNA-molecuul er op de top zou kunnen uitzien. Ja, dan kijk je dus als het ware door al die ringen heen. En die ringen zijn dan ook spiraalvormig gestapeld. En dat heeft dan ook weer een speciaal effect. En waarom? Omdat namelijk is. Hier zal ik even uitleggen. Als je hier namelijk kijkt in zo'n moleculen. Zo. Dat is bijvoorbeeld de stof benzeen. Ja, dan heb ik hier dus een koolstofmolecuul. Zo, ik heb hier een koolstofmolecuul, daar een koolstofmolecuul, daar een koolstofmolecuul en daar een koolstofmolecuul. Ja, en die zijn dan gebonden. Zo. Oh, pardon. Zo.
En wat blijkt nu? Dat in die ring, dat de elektronen van deze koolstofatomen vrijelijk in de rondte kunnen lopen. Ja, dat heeft dan dus tot gevolg dat daar een magnetisch veld ontstaat, wat loodrecht op dat molecuul staat. Ja, natuurlijk, als elektronen in de rondte lopen, moet er ook een magnetisch veld zijn. En dat magnetische veld staat dan haaks op het atoom, op het molecuul. Dat is in ons DNA ook het geval. Want dat is weliswaar ietsje anders opgebouwd. Ja. Dan zijn er bijvoorbeeld hier een aantal koolstofatomen. Hier zit een stikstofatoom, daar zit een koolstofatoom. En daar kan een stikstofatoom zitten. Ja, maar die hebben dezelfde vormen als de benzeen. En die hebben dan ook ringen met een magnetisch veld. Ja, en dit noemen we dan geen benzeen, maar dat heet pyrimidine. Ja, en dat zijn dan de ringen waaruit ons DNA is opgebouwd. Dus als die pyrimidine ringen centrisch georganiseerd zijn, zoals in een DNA-molecule, ja, dan is het dus mogelijk dat die stapel van al die fragmenten van pyrimidine ringen in feite één grote spoel vormen. Kijk, en dat weten ze wel in de reguliere wetenschap, ook al willen ze dat niet altijd zo graag toegeven. Hier zie je bijvoorbeeld een linkje staan. Even kijken, hier pointer options, pijltje. Hier heb ik hier dit document gevonden voor jullie. Ja, als je dat zo ziet, dan zie je hier bijvoorbeeld staan. DNA is een fractalantenne in elektromagnetische velden. Ja, wat is een fractalantenne? Nou, kijk even op Google. Dan zie je bijvoorbeeld fractal antenne afbeeldingen. Ja, fractal antenne, dat passen ze nu ook toe in bijvoorbeeld gsm-telefoontjes. Dat zijn wiskundige patronen die in zichzelf oneindig herhaalbaar zijn. En dat is dan in principe met onze DNA ook het geval. Dus als ons DNA een fractalantenne is, moet het dus ook elektromagnetische velden kunnen vangen. En de verdienste van Constantijn Meil is dat dat dan voornamelijk vangt in scalar waves. Natuurlijk, die fractalantenne in ons DNA is uiterst klein. Onze DNA-moleculen zijn opgerold. Maar stel voor dat je ons DNA zou kunnen uitrollen. Dan krijg je een molecuul wat zeker dan 1,50 meter, 1,80 meter is. Dus hoezo is dat een kleine antenne? Het is een grote antenne, alleen opgerold. En daardoor zal het dus voornamelijk die informatie kunnen vangen die bedoeld is om ook ontvangen te worden. En wat, dat is de verdienste van Constantijn Meil. Hij legt in dat boek precies uit dat DNA-moleculen dus met elkaar kunnen spreken, zenden en ontvangen, en dat die genetische informatie overgedragen kan worden op andere DNA-moleculen. Als dus een cel bijvoorbeeld behoefte heeft aan een bepaald proteïne, kan dus een elektromagnetisch signaal precies sturen naar de plek in de genetische code waar dat het proteïne gecodeerd is in ons DNA. Daar wordt het dan opengemaakt, want hier zie je bijvoorbeeld ook dat de elektrische veldlijnen hier gericht zijn van het centrum uit naar buiten toe. En dat is omdat van tijd tot tijd moet die DNA-structuur opengeknipt worden en achteraf weer gesloten. Ja, maar tijdens het openknippen en dan het kopiëren, dan moet die dus beschikbaar zijn om afgelezen te worden. Ook dat kan hij dus verklaren, deze Constantijn Meil, aan de hand van die elektrische krachten en magnetische krachten die ontstaan in het DNA-molecuul. Dankzij die scalaire golven. Hier zie je de verbindingen in ons DNA. Dat ziet er een beetje ingewikkeld uit voor diegenen die geen chemie of fysica hebben gehad. Je weet dat cytosine, guanine, thymine en adenine zijn een aantal van die bazen die in ons DNA zijn. Ja, hier zie je dus ringen van 6 atomen en ringen van 5 atomen.
Ja, en die ringen die hebben dan circulaire bewegingen van die elektronen die vrijelijk in de rondte kunnen bewegen. En dat zijn dus in feite de motoren die elektromagnetische golven, scalaire golven, kunnen genereren, die ons DNA tot zender en ontvanger kunnen verklaren. Ja, hoe ontstaat dan de frequentie? Dat is een van de verdiensten van Tesla. Je ziet hier in deze tekening dat Tesla heeft twee identieke spoelen gemaakt. Aan de ene kant heeft hij een generator en aan de andere kant een ontvanger. Je ziet hier, ik zal even mijn pen aanzetten. Ja, je ziet hier dus een verbinding met aarde. Je ziet hier een verbinding met aarde. Ja, en dan is dus in feite de verbinding van hier naar daar door de aarde gelegd. Ja. En wat er dan nog gebeurt is dat vanuit deze antenne naar die andere antenne dus een soort condensator optreedt. Ja, een condensator die houdt als het ware een spanningsveld in de lucht. En wat blijkt nou? Dat de frequentie hier bepaald wordt doordat hij een aantal glasbuizen achter elkaar heeft gezet. En als hij die achter elkaar zet, dan bepaalt de lengte van deze buis, deze lengte, bepaalt dan mede de golflengte van de staande bewegingen die tussen deze twee scalar wave antennes worden geplaatst. Hij heeft die glasbuizen vacuüm gepompt en tot onze stomme verbazing wordt dus de frequentie die afhankelijk is van de golflengte ook aangepast omdat dat precies past in zo'n glazen buis. Je zou zeggen dat is een stom verhaal. Dat lijkt het ook wel, omdat namelijk zo'n glazen buis transporteert geen elektriciteit, omdat het een isolator is. Ja, maar omdat het een isolator is, werkt het juist als een condensator. Ja, en dat heeft tot gevolg dat dan precies een staande golf past in één zo'n buis. Ja, dat is een van de verdiensten van Tesla. En dat is zeg maar wel interessant, omdat dat precies past bij wat wij in de natuur kunnen zien. Hier zie je bijvoorbeeld een tekening van een neuron, oftewel een zenuwcel. En waarschijnlijk hebben jullie wel eens gehoord van myeline, dat om elke zenuwuitloper zit als het ware als een stukje plakband gewikkeld rondom die draden een soort isolatiemateriaal. Dus myeline wordt gemaakt onder andere uit cholesterol. En dat heeft tot gevolg dat er geen lekkage op kan treden van elektrische spanningen in die zenuwcel. Dus als zich een bepaalde prikkelgeleiding voordoet, dan treedt zo'n myelinecel feitelijk op als isolator. Ja, en die isolator hebben we gezien in de vorige slide. Die isolator bepaalt namelijk de frequentie, de golflengte. Ja, en dat betekent dan dat die golflengte dan ook verantwoordelijk is voor een bepaalde frequentie, waardoor de zenuwcel minder gevoelig wordt voor stoorstraling. Ja, als een zenuwcel dus uitsluitend luistert naar de frequenties die hij kan uitzenden en kan ontvangen, dan weten we zeker dat het signaal ongestoord aan de overkant komt. Ja, en dan die knopen, ja, die hier die insnoeringen die je hier in het midden ziet, ja, die bepalen dan in feite de beginpunten en de eindpunten van de golfvorm. En dat is interessant, omdat dat aantoont dat de natuur dus ook al zelf weet welke frequentie getransporteerd moet worden. Ook dat is een gegeven wat je terugvindt in de boeken van Constantin Mile. Ja, dus die man heeft echt hele intelligente dingen geschreven waarvan we nog lang niet het einde hebben gezien in de natuur. Goed, dat brengt ons dus naartoe van ja, maar hoe werkt het dan in ons systeem?
Wat is dan ziekte, wat is dan gezondheid? Zoals jullie waarschijnlijk nog wel zullen weten, noemen de Chinezen dat qi. Ja, qi is wel genoemd de levenskracht die in het lichaam zit. De Bijbel noemt dat trouwens ook levenskracht. En wat hebben ze nu gedaan in de moderne wetenschap? De Chinezen zeggen ja, maar die qi, oftewel die levensenergie, die gaat getransporteerd worden in kanalen die wij meridianen noemen. En die kun je beïnvloeden door acupunctuurnaalden op cruciale punten te prikken. Of met moxa te behandelen. Moxa is een soort kruid. En die steken ze aan. En dan zo'n moxa sigaret, die kun je dan bijvoorbeeld houden bij zo'n acupunctuurpunt. Ja, en die bestraalt dan als het ware met infraroodstraling zo'n acupunctuurpunt. Punt. Ja, ik heb een keer zo'n demonstratie gehad, dat was denk ik in 1985, dat die acupuncturist zei tegen mij, je moet je vinger maar eens op je pols houden, want ik ga nu je hartslag verhogen. En hij houdt zeg maar die moxa houdt die vlak boven mijn pols en verhipt na 5 minuten denk ik van, jeetje, wat gaat mijn hart tekeer? Ja, ik denk dat ik toen iets van 100 slagen per minuut had. En na een kwartier zakte dat weer af. Ja, zit hij, dat is de invloed van die infraroodstraling op dat acupunctuurpunt. Om te testen hebben ze in die meridianen hebben ze radioactieve tracers gespoten met een injectienaald. Die kunnen ze dan volgen op een MRI of een röntgenscan, net afhankelijk van welke tracer dat ze inspuiten. Je zou zeggen, ja, maar dat gaat rechtstreeks de bloedbaan in en dat verdwijnt. Of het gaat de zenuwen in, en, want dat is natuurlijk in een discussie altijd geweest. Is een meridiaan nou een zenuw? Is het een bloedvat? Hoe zit dat? En nou blijkt dat, als je dat gaat volgen met die tracers, dan blijkt dat alleen nog maar binnen die meridianen te blijven, zoals de Chinezen die op papier gezet hebben. Ja, dus die kanalen, die meridianen, die bestaan echt. En waar bestaan die dan uit? Nou, kennelijk zijn die ook gevoelig voor elektrische stimulatie. Een van de demonstraties die ik ooit gezien heb op de televisie, dat was een man die had zich geopereerd in zijn buik. Na de operatie kreeg hij nog bijverschijnselen. Hij had spierspanningen. Die spierspanningen zagen eruit als ja, zeg maar Parkinson-achtig iets. En wat deden die acupuncturisten? Die staken naalden in armen en benen, hingen daar een elektrisch draadje aan met een clipje, zetten daar een spanning op en dan zag je dan heel langzaam in een kwartiertijd, zag je die spierspanningen en die schuddingen, zag je tot stilstand komen. En dan nam hij weer vrolijk afscheid, want na een half uur, drie kwartier had die man nergens meer last van. Alleen langzaam, ja kennelijk door littekenweefsel gestoord, kwamen die schutverschijnselen weer terug. Ja, en moest de man dus elke maand een keer zo'n behandeling ondergaan. Ja, dat laat aan de ene kant zien dat meridianen dus door littekens gestoord kunnen worden, maar ook dat ze door elektrische stimulatie ook weer de energie gaan vervoeren die ze voorheen hadden. Ja, dus je zou kunnen zeggen, wanneer zijn we gezond? Dat is als onze meridianen in balans zijn. Wanneer zijn we ziek? Als ze die balans niet langer kunnen volhouden. Waardoor ontstaat dat? Nou, dat staat natuurlijk ter discussie. Ik moet zeggen dat vergeleken met 50 jaar geleden zijn er natuurlijk een ontiegelijk aantal storende factoren bijgekomen. De kwaliteit van de voeding is verslechterd. We hebben overal elektromagnetische straling. Mobieltjes groeien zwart in de oren vast. We doen eigenlijk het licht aan en we gaan dag en nacht doorwerken. We laten ons leiden door de commerciële economie. Dat heeft wel tot gevolg dat er een heel groot gedeelte is. Verzwakking door beperkte voeding. We jagen de groentes met fertilizers de grond uit. Maar onderzoek toont aan dat de mineralen en vitamineinhoud van planten uit de landbouw nu nog maar ongeveer 10% zijn van wat ze waren in 1950. Dus wij doen iets fout. Ja, en dan nog mouwen dat we niet meer gezond zijn. En dat komt omdat ons lichaam beschadigd wordt als het ware en niet meer die energie op kan brengen, omdat onze cellen,
te weinig energie hebben. Eerstens worden ze te zwaar belast en tweedens ze hebben de elektriciteit niet meer om onze toxines op te ruimen. Nou, daar kunnen dus in principe scalaire golven bij helpen. Die longitudinale golven die versjouwen energie. Die kunnen dus het voltage van de cel ophogen. Dat heeft tot gevolg dat de stofwisseling binnen de cel gaat verbeteren. De cellen die bijvoorbeeld zwak zijn geworden op de lange termijn kunnen zelfs helemaal overschakelen op glycolyse. Glycolyse is dan ook een gist of een schimmelachtige stofwisseling die zich limiteert tot uitsluitend het verteren van suiker. Met andere woorden, cellen die overstappen op glycolyse, die verliezen het vermogen om proteïnes en vetten te verteren. En ja, die glycolyse leidt er dan toe dat ze uitsluitend en alleen nog suiker kunnen verteren. En dat is dan ook een onderzoek uit 1920. Ja, denk aan Otto Warburg, daar gaan we het straks nog over hebben. Omdat hij zegt, ja, kanker is een verschijnsel dat gewone cellen zich gaan gedragen als schimmelcellen. Goed, dus scalaire golven kunnen energie verschuiven, vervoeren van punt A naar punt B. Maar ze kunnen ook communicatie veroorzaken. Ja, dus cellen gebruiken scalar waves als communicatiemiddel. Ja, ons DNA kan dan die scalar waves opvangen van de naburige cellen en naar luisteren en ook de instructies die ze ontvangen dan gaan uitvoeren. Ja, en het interessante is dat scalar waves kunnen zowel energie vervoeren als ook communicatie. En daar kun je dan gebruik van maken. Dit is een van de interessante boeken. Dit boek is ook in het Nederlands verkrijgbaar. De man heet, Brian Peskin. Het verborgen verhaal van kanker. Ik heb hem in het Nederlands thuis bij bol.com besteld. En daarin wordt het verhaal verteld van Otto Warburg. Otto Warburg in 1924 heeft al vastgesteld dat cellen die het vermogen verliezen om proteïnes en vetten te verteren, terugschakelen naar glycolyse, oftewel de vertering van suiker. Als jullie ooit zelf thuis hebben wijn gemaakt, dan weet je wel dat de wijn is een vat wat CO2 produceert. En als je dat met een waterslot afdekt, dan kan wel de CO2 worden verwijderd, maar de zuurstof kan er niet bij. Dus in een zuurstofarme omgeving zullen cellen dan moeten terugschakelen op glycolyse, oftewel suikervertering. En dat is dan ook inderdaad het geval. Daarom kapselen kankergezwellen zich ook altijd in, want die horen dan alleen maar dat zuurstofarme milieu te zijn, ja, waardoor cellen dan ook hun glycolyse kunnen behouden. Een van de onmogelijkheden is dan heel vaak dat die cellen die terugschakelen naar glycolyse praktisch niet meer terug te voeren zijn naar een gewone celvertering. En waarom? Zelfs het verhogen van zuurstof in de cel leidt niet meer tot het verbeteren van de stofwisseling. Mitochondriën zijn dus onze schakelsystemen in de cel. Die kunnen voltages produceren en die mitochondriën worden gestimuleerd wanneer wij die scalar waves activeren. Ja, en met een spooky scaler is dat inderdaad het geval. Een ander interessant boek wat ik jullie kan aanbevelen is The Body Electric van Robert Becker. Hij is een man die heeft regeneratie in salamanders bestudeerd. Hier in de tekening zie je het. Wat gebeurt er nou met een salamander die zijn staart afbreekt? Dan groeit die staart na een aantal weken weer aan. En wat gebeurt er nou? Ik zal even op pen overschakelen. Hier zie je het. Even kijken. Ja, hier. Hier wordt bijvoorbeeld kanker geïnjecteerd in de staart van een salamander. En na een aantal weken zal daar een tumor gaan groeien in de staart van die salamander. Wat gebeurt er nou als die staart wordt afgesneden dwars door de tumor heen? Dan begint er een klein stroompje te lopen in de richting van die staart.
Ja, en dat wordt veroorzaakt onder andere door de zenuwcellen, heeft hij geanalyseerd. En die zenuwcellen die brengen negatieve lading in de buurt van de wond. En wat gebeurt er dan? Die staart groeit weer aan. Ja, die staart is weer genezen, maar wat is ook genezen? De tumor is verdwenen. Dat is absurd. Maar wat gebeurt er nou als je de tumor laat zitten? Ja, dan krijg je metastase. Ja, en dan gaat uiteindelijk de salamander gaat ter ziele. Ja, dus hij heeft al ontdekt dat het regeneratievermogen, als het voltage in die cellen maar hoog genoeg is, dat dan zo'n kanker kan verdwijnen. Ja, en dat voltage wat hoog genoeg is, dat wordt dan veroorzaakt door die zenuwcellen. Ja, en die brengen dan elektronen in beweging in de richting van de wond. Dus zijn idee was, als je nu bijvoorbeeld met microscopisch kleine batterijtjes zou gaan werken en je brengt die in de buurt van een wond, dan zal dan de wond sneller herstellen. En dat blijkt inderdaad het geval te zijn. En dat research van dokter Robert Becker wordt in dat boek beschreven. Gigantisch interessant. Ja, hier zie je nog een andere persoon, dokter Puharich. In Duitsland heeft hij in het Max Planck Instituut bijvoorbeeld coli-bacteriën blootgesteld aan scalar waves van 8 hertz, 8 trillingen per seconde. En wat nam hij waar? Dat de cellen van die coli-bacteriën, ook wel bekend als de poepbacterie, sneller in staat waren tot herstel. Met andere woorden, het was wel degelijk aan te tonen, ook al was het in een petrischaaltje, dat die bacteriën reageerden op die scalar waves. En dat heeft tot gevolg dat je dus gebruik zou kunnen maken van die scalar waves. Wat ik hier zelf heb waargenomen is bijvoorbeeld, hier zie je op de linkse kant zie je een foto. Die heb ik gemaakt in de praktijk met mijn eigen donkerveldmicroscoop. En daar zie je dan de rode bloedcellen tegen elkaar aangeplakt als geldrolletjes. Pepermuntrolletjes. Ja, en waar komt dat nu door? Stel voor, je laat eerst iemand een prikje nemen uit zijn oorlel. Dan blijkt dat een volkomen normaal bloedbeeld te zijn. Zou je hem daarna een half uurtje met een GSM aan zijn oor laten praten met iemand anders? En je neemt dan een tweede sample, dan zie je dit soort verschijnselen. Met andere woorden, de elektrische lading van die rode bloedcellen, die wordt kennelijk gestoord door wat je aan GSM aan je oor hebt hangen. Na verloop van tijd zul je dat wel weer zien verdwijnen. Ja, ons lichaam kan dus zichzelf alweer herstellen. Ja, maar het heeft dus toch wel nut om op te letten dat je dus niet de godsganselijke dag met je GSM aan je oor loopt te zwengelen. Goed, dat was voor een deel de presentatie. We gaan nu even kijken naar hoe we dat dan in concreto gebruiken in het apparaat. Stap 1. Je doet de klep open van de transmitter. Stap 2 is bij de receiver doe je ook de klep open. Ja, en dan hang je natuurlijk hier de powerkabel. Dus je hebt hier dan een stekker met een kabel en die hang je hier aan de powerport. Ja, en dan hang je de linkkabel aan de andere kant. Dus met andere woorden, ik heb hier een andere doos. Zo, en dan die linkkabel hang ik daar aan. Goed, hier heb je een frequentiedisplay. Afhankelijk van de afstand tussen de twee antennes moet je even aan die knop draaien in anti-klok richting. En dan zul je zien dat vermoedelijk als je een metertje of twee afstand hebt tussen die twee dozen, dat je dan ongeveer op 5,8 megahertz een resonantie krijgt. Ja, en dan treden er dan ook scalar waves op tussen de transmitter en de receiver. Ja, en dan is in principe al het meteen ook kant-en-klaar gebeurd. En dat het systeem meteen kan werken. Ja, dus hier tref je dan ook zeg maar de hand aan de knop. Je draait linksom en dan zul je
ontdekken dat er één en misschien zelfs wel twee hoogtepunten zichtbaar zijn. Dat zal ik even tekenen. Ja, dus als ik dat hier ga uittekenen, dan heb ik hier een frequentie. Laten we zeggen, de onderkant is 3,5 MHz en de bovenkant is 8 MHz. Dan ga ik draaien aan de knop en ik draai de knop linksom. En dan gaat hij dus naar beneden en dan zul je zien dat je een piek krijgt. En misschien wel een tweede piek. Die geef ik een andere kleur. Ja. Zo. En wat gebeurt er dan? Ja. In het eerste gedeelte is een scaler. Ja, maar ik heb ook nog wel wat vervuiling, omdat hier, dit is mijn EM, dit zijn mijn elektromagnetische golven. Dus dit gedeelte is transversaal. En dat rode gedeelte, dat is scalar. Oh ja, twee keer, scalar wave. Ja, dat heeft tot gevolg dat er dus altijd een zekere mate van mix ontstaat tussen elektromagnetische golven en scalar waves. Dat is niet om te voorkomen. Uit tests blijkt dat als je de kabel maar lang genoeg maakt, zeg denk 10-12 meter, dan zul je uitsluitend scalar wave overhouden en dan verdwijnen de elektromagnetische stoorvelden. Ja, maar goed, zeg maar het gedeelte aan elektromagnetische stoorvelden is uiterst klein als je zeg maar een meter of 2 à 3 uit elkaar bent. En dat vind ik toch wel heel frappant. En dat is ook vanwege het feit dat je gsm-telefoon en ook, laten we zeggen, je magnetron-oven, die heeft niet alleen maar dat die elektromagnetische golven uitstraalt, maar die stralen dus ook een percentage scalar waves uit. Als ik af moet gaan op de getallen die Constantin Mile presenteert, dan zegt hij dat de moderne gsm-verbindingen ongeveer 70% scalair zijn en 30% elektromagnetisch. Een jaar of 10 geleden was dat omgekeerd. Toen had je nog zo'n sprietantenne en die sprietantenne moest ik uittrekken om een verbinding tot stand te brengen met de zender. Dat hoeft allemaal niet meer. De zenders hebben hoge hoeveelheid energie, maar de ontvangers hebben zo'n fractalantennetje, waardoor ze toch dat gedeelte aan scalar waves weten op te pikken. Ja, en dat heeft tot gevolg dat er in feite een soort vervuiling ontstaat met behulp van elektromagnetische transversale golven. Maar goed, op dat moment is het dus duidelijk dat als je in de auto zit, kun je toch nog steeds je gsm-verbinding behouden, omdat scalar waves ongehinderd worden door metaal. Goed, dus sluit het aan. En dan zie je dan dat het lichtje gaat branden en dat dan die frequentie scalaire golven gaat geven. Ja, er zijn er ook die dat gecontroleerd hebben met een kompas. En als je gaat kijken hoeveel plussen en minnen je in dat magneetveld zit en dan gaat vergelijken met de frequentie die erin stopt, dan blijkt dat die golflengte verschilt van de lichtsnelheid. Goed. Je controleert of op de receiverdoos de linkkabel aangesloten is. Je drukt het knopje in en als het ledje gaat branden, ja, dan weet je wel dat je een getunede receiver hebt. Dus de antenne en de spoel zijn dan gezamenlijk afgestemd op de juiste afstand tussen de twee antennes, met behulp van ook natuurlijk de aardingskabel. Je kunt dat op 3 manieren gebruiken, die scalar waves. 1 is pure scalar. Dat wil zeggen, je doet verder niks aan het signaal. Je vervoert uitsluitend energie. Ja. Wat je nog kunt toevoegen,
Dat is bijvoorbeeld moleculaire informatie. Dus je legt op de receiver een medicijn. Wat ik er soms opleg, dat is bijvoorbeeld vitamine C, curcumin. Dat is een heel actief product. Misschien als iemand darmproblemen heeft, leg je er bijvoorbeeld probiotica op. Ja, en dat medicijn, dat leg je dan op de receiver. Ja, en dan wordt de moleculaire substantie in feite gebruikt om dat over te huizen naar de verbinding tussen de receiver en de transmitter. Wat je nog meer kunt doen is het gebruik van de RIFI-frequenties. Ja, daar heb je dan nog wel de generator voor nodig. Ik zal even doorschakelen. Hier wordt dus niets gebruikt op dit plaatje, want de glasplaten zijn allebei leeg. Dus als er een getunede signaal bestaat tussen die twee antennes, heb je uitsluitend scalar waves. Molecular wave is dat je een product op de receiver zet. Ja, hier zie je het. Waar is mijn muis gebleven? Ah, hier is hij. Yep. Ja, bijvoorbeeld wat ook gebruikt kan worden is een flesje Echinacea. Ja, als iemand bijvoorbeeld last heeft van virussen. Want Echinacea is een middel, een plantaardig middel, wat heel aardig de lymfeklieren kan detoxen. En aangezien virussen heel vaak in de lymfeklieren kruipen, kunnen ook virussen beter worden opgeruimd door het immuunsysteem te activeren. En hier zie je bijvoorbeeld dat ook meerdere substanties tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Ja, en daarom gebruik ik bijvoorbeeld ook antibiotica. Die leg ik dan op de receiver. Ik heb daar een frappant voorbeeld van meegemaakt, wat ik zelf eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Een vriendin van ons is assistente op cardiologie in Eindhoven. Zij werd ziek, viel flauw. Iedereen schrikt. Ze brengen haar bij, leggen haar in een bed. Nemen een bloedtest van, oh sorry mevrouw, u heeft 2 ziekenhuisbacteriën opgelopen. Een streptokok en een stafylokok. Oké, ze stuurde haar naar huis met een doos antibiotica. Maar zoals gebruikelijk, ziekenhuisbacteriën zijn heel vaak van die resistente varianten. Na 3 weken was er nog geen enkele verbetering in haar conditie gekomen. Ze was zwak, ze had kramp in de borst, ze had pijn in de buik. En na 3 weken komt ze bij mij met de mededeling. Ze zegt, ik zou morgen op vakantie willen, maar ik ga echt niet weg. Want ik heb enorme pijn in mijn voet. Haar man had haar met de auto tot bijna in de voordeur gereden, want ze kon op die voet niet meer staan. Ze had op die voet had ze een ballon van ongeveer 10 centimeter. Dat was omcirkeld met een viltstift. Omdat de dokter wilde weten, wordt die groter, wordt die kleiner? Hij werd dus groter. En zij dacht van ja, wacht even, dat gaat met mij niet goed. Wat zichtbaar was, dat was dat er vanuit die voet een rode streep omhoog begon te lopen. Dus ik dacht van, oh mijn god, dat is vermoedelijk dan al het begin van sepsis, oftewel bloedvergiftiging. Dus dat verklaarde ook waarom zij zegt, ik heb kramp in mijn borst. Want misschien, kijk die rode streep die duikt natuurlijk naar binnen, misschien zit het al in de aorta. En met een beetje pech zit het misschien straks nog op de hartklep. Of iets dergelijks. Ik zei, nou, ga alsjeblieft meteen zitten. Ik ga iets doen. Ik heb eerst iets gedaan met mijn Bicom-apparaat. Na een half uur vraag ik van, is het al beter? Is de pijn weg? Nee, die pijn was nog niet weg. Ik zeg, nou, dan heb ik nog een apparaat. Ik ga dat hier nu doen met mijn scaler. Oké, ik had wel kunnen testen dat het inderdaad een streptokok en een stafylokok was. Dus ik had mijn generator eraan gehangen. En op de software heb ik dan
onder andere dit gedaan. Oh, pardon. Hier is maar dit. Ik klik hier in de Spooky software op Shell Empty Presets. Daarna klik ik op Scaler. En Spooky Scaler General. Inmiddels hebben we een update gehad. Ik zal even laten zien wat het verschil is. Spooky Scaler General. In de settings zie je dat er gewoon een blokgolf wordt gebruikt. Maar als je klikt op Spooky Scaler Anthony Holland, dat is nog iets effectiever. Omdat namelijk Anthony Holland, als je op YouTube kijkt, tik die naam alsjeblieft in op YouTube, Anthony Holland. Dan krijg je ook video's te zien dat Anthony Holland met behulp van zijn plasmalamp in staat is om pathogenen te vernietigen. En wat heeft die Anthony Holland gedaan? De settings als volgt. Hij heeft hier gedaan de tweede frequentie gemixt met de eerste frequentie. En de tweede frequentie is een factor 11 verschillend van de eerste frequentie. En je ziet hier ook op dit plaatje aan de rechtse kant dat de golfvorm dan ook veranderd is. Als je gaat tellen, dan heb je 1, 2, 3, 4, 5 en een half. 5,5 in een halve golf. Dus 5,5 maal 2 is 11. Ja, en dan kun je dan zien dat de scaler dan dat signaal krijgt van de basisfrequentie. En tegelijkertijd ook een tweede frequentie die 11 keer de basis is. Goed. Ik neem hier even wat ik toen bij haar gedaan heb. Scaler General. Klik. Dan klik Programs. Je tikt in Staphylococcus. Zoek. Goed, ik doe eerst even hier deze alles uit. Dit zijn secties in de databases. Wat ik jullie even graag wil laten zien als je ze uitzet. Wat ik dan meestal aanzet, dat is HC en KHZ. En waarom? HC staat voor Hulda Clark. Hulda Clark was een dame die heeft heel veel tests gedaan met elektromagnetische frequenties en pathogenen. Alle frequenties die ik heb kunnen gebruiken van haar zijn effectief. De tweede is KHZ, oftewel kilohertz. Dat zijn de hoge frequenties die Hulda Clark heeft bedacht. Althans bedacht, ja, ze heeft ze dan gewoon getest. Dus als je hier kijkt, dan zie je KHZ ook staan. Ik heb dus beide sectoren van de database opengezet, omdat voor mij dan de keuze makkelijker is. In sommige gevallen, als daar geen respons op komt, zet ik ETDFL open. Ja, en die heeft dan ook nog wat extra frequenties. Maar ook die, voor zover ik getest heb, die werken altijd. Goed, die zet ik even uit. Ik neem in dit geval 30 minuten KHZ. Zo, klik. En dat was nummer 1. Streptococcus, dat was nummer 2. Goed, ik zet HC even uit, want ik heb toen KHZ genomen. Streptococcus-infecties, KHZ, 30 minuten. Alleen op dat moment had ik nog maar een half uur over. Dus 2 keer 30 minuten zou zijn 1 uur. Maar ik wilde graag, ja, ik had geen tijd meer op dat moment en zij ook niet. Dus ik heb ook gezegd, ik zet de dwell multiplier op 0,5. Dat betekent dat ik de looptijd van alle programma's tot 50% inkort. Repeat chain, dat betekent dat ik 1 rondje maak. Als je die continu wil laten lopen, zet je hem op 0. Maar ja, ik heb hem op 1 laten staan. Ik had toch maar tijd voor 1 rondje. Ik klik door naar settings. En dan zet ik harmonic wobble op 0,02% feathering. Wat is een wobble? Dat zal ik ook even uitleggen. Hier, even een ander plaatje. Goed, ik heb hier bijvoorbeeld de frequentielijst.
Ik heb hier bijvoorbeeld, laten we zeggen, 10.000 hertz. Ja, en dan heb ik hier dus deze frequentie aangegeven. Ja, maar ik heb hier een wobbel. Met andere woorden, 0,02% aftrekken en 0,02% optellen. Ja, dus die frequentie die zweeft als het ware een klein beetje heen en weer. En waarom is dat? Ze noemen het wobbel. Dat is Engels voor wiebelen. En dat is dan bedoeld omdat elke bacterie heeft dan een eigen stam. Dus als je gaat cultiveren van bacteriën, dan zal iedere keer als er een streptococcus gekweekt wordt, die expliciete stam toch een klein beetje genetische code hebben die verschillend is van andere streptococcus. Als je dus niet helemaal zeker weet welke stam het is, dan zal ik dan ook de wobbel aanzetten, omdat die wobbel dan mij een klein beetje een verschuiving biedt. Ja, en dat is op een klein getal natuurlijk maar heel weinig. Maar op een groot getal is die 0,02% al heel wat. Ik klik hier even op de generator. Override generator. Hier. En dan kun je zien wat het effect is van die wobbel. Ik start. Klik. Hij laat de golfvorm. Tjak. Dan gaat hij lopen. En je ziet hij wiebelt een beetje om die 50 heen. Ja, als je dat uitschakelt, dan kun je het verschil zien. Settings. None. Control. Override. Selecteer. En start. Dan zul je zien dat er uitsluitend 50 staat. Ja, en die 50 die blijft dan ook strak op 50 staan. Maar goed, aangenomen dat die bacterie in kwestie, deze Staphylococcus of Streptococcus, toch een klein beetje verschilt van het laboratorium sample, dan kan het dus zijn dat het beter is. En dat is voor mij ook een beetje altijd in de praktijk toegepast, dat ik dan de wobbel aanzet. Zo, klik, override en start. Ja, en je ziet dat hier gevarieerd wordt van 49,99. Dus dat is een hele kleine afwijking. Maar als je het op een groot getal ziet, ja, dan zie je dat er een vrij grote. Hier. Vrij grote afwijking plaatsvindt. Ja, dus het is heel duidelijk dat dan. Die wobbel ons helpt om verschillen tussen bacteriën toch nog te dekken. Goed, wat gebeurde er met deze dame? Zij stapt na 30 minuten van de stoel af en ze zegt, hey, die pijn in mijn voet is weg, de kramp in mijn borstkas is weg. Ik heb ook het gevoel dat er weer bloed in mijn benen goed stroomt. Ze kon weer lopen, dus aanvankelijk kwam ze hinkelend de zaak binnen. Uiteindelijk ging ze lopende weg. Haar man haalde haar af en die zegt, wat is er met jou gebeurd? Ja, zei ze, ik weet niet, het is allemaal goed gekomen. Ze durfde dus toch op vakantie te gaan. Met het risico dat je in het buitenland misschien in het ziekenhuis belandt, als het dan toch fout gaat. Maar het was niet gebeurd. Na 2 weken kwam ze terug en ik vroeg, hoe is het gegaan? Oh, zei ze, niks aan de hand. Nou, dat vond ik toch wel weer een frappant verschijnsel. En dan te bedenken dat het van die resistente boeven waren die met antibiotica niet of nauwelijks reageerden. Ja, en dat heeft dan tot gevolg dat ik dan ook heel blij ben dat ik van andere mensen dan ook hun antibiotica mag meenemen. Even kijken, waar is mijn pen? Hier. Pointer. Goed. Kijk, dan vraag ik dan ook heel vaak, even terug. Aan mijn patiënten van neem als je wil ook je medicijnen een keer mee. Als je denkt dat je ze niet langer nodig hebt, bewaar dan je laatste pil voor mij, want dan steek ik hem in een ampulletje en dan bewaar ik die. En in geval van nood kan ik die desnoods weer gebruiken op de Spooky Receiver.
Goed, dit is dan zeg maar ook een gedeelte voor wat Rijvi deed. Wat Rijvi deed is dat hij een microscoop had en ook onder een microscoop ging kijken bij welke frequentie gaan de pathogenen dood. En daar vind je dan hier ook in de frequentielijst nog steeds ook de beschikbare frequenties. Ja, dus als je gaat kijken naar wat Rijvi heeft nagelaten, dan die staan ook allemaal opgeslagen in de database. Bij programs zie je dat staan. Bijvoorbeeld hier staat, ik zet hem even allemaal uit en ik zet nu even Rijvi aan. Ja, maar hier heb je dan even alles weghalen. Dan zie je de complete lijst van alle Rijvi frequenties die er al in zitten. Ja, dus wanneer dan iemand iets heeft waarvan je denkt van ik kan hem daar misschien mee helpen, dan kun je ook de originele Rijvi frequenties misschien nog toepassen. Ja, en dan hier vind je in deze lijst dat Rijvi de frequenties nog op zijn notitieblok had staan en dat is dan gepubliceerd op de website die hier beneden staat gemeld, rijvivideos.com. Wanneer Rijvi jouw interesse heeft, dan moet je jezelf dat plezier gunnen en doe alsjeblieft ook kijken naar de video's die daar gepresenteerd zijn, want ze hebben daar ook foto's en filmpjes, gesprekken, audiotapes gevonden van Rijvi zelf. En dan kun je dus ook zien wat Rijvi in zijn laboratorium precies deed. Hij is de man die zelf met zijn eigen microscoop het schaaltje met pathogenen onder de microscoop zette. Ja, hij zette er een plasmalamp bij, zette er een frequentie op en hij keek bij welke frequentie gaan ze kapot. En dan schrijf ik in een notitieboekje wat die frequentie was. Nou, dat is zijn verdienste, maar goed, hij heeft het onderspit gedolven vanwege het feit dat op een frequentiegetal kun je geen patent aanvragen, niks verdienen. En de medische wereld besloot van nou, laat maar zitten. Goed, hoe pas je die Rijvi-frequenties dan toe? Je hangt een generator aan één van de beide boxen, natuurlijk aan de transmitter. Ja, en dan in de software kun je dan de instellingen laten lopen. Je kunt zelfs hier nog gebruik maken als je gebruik maakt van de generator X. Dan moet je dat zo doen, want die kun je dan benutten. Hier settings, control. Hier heb ik bijvoorbeeld staan staphylococcus en streptococcus. Stel nu voor dat je gebruik zou willen maken van de generator. Maar je hebt geen zin om ook nog je laptop de hele nacht te laten lopen. Ja, dan laat je alleen de generator staan. Dan klik je op load. Omdat de generator X heeft ook een geheugen. En dan krijg je hier te zien dat je 30 vrije regels hebt waarin je een programma kunt opslaan. En dan zou ik bijvoorbeeld hier programma voor staphylococcus kunnen opslaan. Op positie 10. Save. En dan klik ik op, even kijken, streptococcus. Load, nog een keer. Yep, en dan staan de staphylococcus straks op nummer 11. Save. Hartelijk dank. Ja, en als je dan de generator start zonder laptop, ja, dan tip je gewoon het generatornummer aan wat je wilt laten lopen. Ja, en dan met het plus en min knopje vind je dan programma 10 en programma 11 weer terug. En dan kun je de streptococcus of de staphylococcus laten lopen. Interessant en waar. Ja, dus die generator X is van moderne makelij en dat heeft echt zeker veel nut om dat te gebruiken. Ik gebruik het ook regelmatig. Goed, een extra verhaal is dat verhaal van Lakowski. Lakowski heeft samen met Tesla een apparaat ontwikkeld. Lakowski heeft de antenne bedacht. Tesla heeft de spoelen bedacht om hoge spanningen op te wekken. En dat werd althans toentertijd verkocht als multiwave oscillator. En wat Lakowski beweerde is dat hij daarmee kanker heeft kunnen bestrijden.
Lakowski is in 19, ik dacht in 1953 met een vreemd auto-ongeluk omgekomen. En daarna is zijn laboratorium door brand en diefstal verwoest. En word je er niet vrolijk van. Ja, en enkele keer zijn er nog een paar van deze originele apparaten opgedoken. Die zijn gerepareerd door een paar techneuten. Vandaar dat we dus nu nog weten dat Lavkovsky iets heeft bedacht wat misschien de moeite waard was. En je zou kunnen zeggen dat de Scalar Wave een soort low power variant is van wat Tesla toen de tijd heeft bedacht. Een extra interessant verhaal vind ik ook dat je gebruik kunt maken van de transportfunctie van energie en de transportfunctie van informatie. Met andere woorden, al zou ik een antibioticum leggen op de receiver en op de transmitter zet ik hier een glas water, dat is dan de ontvangstzijde van de informatie van de moleculen op de receiver. Je zou dus kunnen zeggen, als ik dan een half uurtje dat water ga opladen en ik heb op de receiver de antibiotica gelegd en ik drink daarna dat glas water op, en dan kun je kijken van heeft dat dan voordelen. En het zou me niks verbazen als dat ook nog gewoon gaat werken. En ik heb in de praktijk meegemaakt dat dat soort trucken wel helpen. Als iemand bijvoorbeeld diarree heeft, zet er een glas water op, leg aan de receiverzijde een probiotica en geef hem dan achteraf nog dat glas water te drinken. Interessant detail is ook nog dat die Rivera Dugenio iemand is die heeft dat nog netjes beschreven. Dat scalar waves is een techniek die niet alleen met de scalar module plaatsvindt, maar ook met de plasma module. Dus Spooky verkoopt ook plasma devices en die werken ook met behulp van scalar waves. Want plasma en scalar dat zijn broer en zus. Ja, dus je kunt allerlei methodes combineren. Je kunt de energie ophogen met Pure Scaler. Je kunt essentiële oliën gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld ook menthololie. Ik heb frankincenseolie, peppermintolie, lavendelolie. Dat zijn allemaal oliën die helpen om effecten te sorteren. Ja, en die kunnen dan ook gebruikt worden in combinatie met ook die Spooky 2 generator. Goed, dus even herhalen. Wat doe je stap voor stap? Je moet voor elke keer dat je de apparaat gaat starten, aan het knopje draaien. En waarom? Afhankelijk van de temperatuur, de vochtigheid, de afstand tussen de twee antennes. Dan zul je even moeten tunen om ervoor te zorgen dat er een standing wave, een staande golfbeweging tussen die twee antennes plaatsvindt. De antennes van de transmitter en de receiver moeten dan ook naar elkaar toewijzen, zoals op de foto gezien werd. En je moet niet vergeten dat je die link cable gebruikt tussen de transmitter en de receiver. Er staat hier ook bij, houd die kabel weg van metaal. Dat klopt, anders gaat het metaal namelijk van die kabel stelen. Ik heb dat getest. Ik heb het op een stoelpoot gedraaid. En dan gaat de stoelpoot gaat energie stelen en dan krijg je dus minder in de lucht. Je wilt dus niet zeg maar uitzenden via de stoelpoot, nee, je wilt uitzenden tussen die twee, de transmitter en de receiver. Een van de dingen die opvalt is dat Constantin Mile heeft uitgelegd dat de energie tussen de twee devices blijft behouden. Nou, nog een keer. Ik zal dat nog een keer uitleggen, want het wordt meestal wel gevraagd na afloop. Waarom is het zo dat de energie niet verdwijnt? Kijk, ik heb hier een box met de klep, de antenne. Ik heb daar een box met de klep en de antenne. Dan heb ik hier de linkkabel. Zo, verbonden. En wat gebeurt er dan? Sorry, ik krijg een kikker in mijn keel. Hier treedt een elektrisch veld op. Dit zijn dan de veldlijnen.
En natuurlijk ook de omhullende lijnen. Ja, en ook de andere kant. Met andere woorden, dit is een gesloten circuit. Ja, en dat is dan heel verschillend, want als ik bijvoorbeeld hier een generator heb, ja, en ik zet daar dan een dipool in de lucht. Zo, dan heb ik hier dus een golf, maar deze golfvormen, elektromagnetische golven, ja, die hebben dan een soort ballonvorm rondom die antenne hangen. En dat is dan ook de reden waarom elektromagnetische golven energie verliezen, zoveel als het kwadraat van de afstand. Terwijl in een gesloten circuit is input gelijk aan output. Het is zelfs omgekeerd. Constantin Meil die beweert dat als je bijvoorbeeld een afstand hebt van, laten we zeggen, 10 meter tussen die twee antennes, dan kan het zijn, dat noemt hij het overunity effect, dat er wat meer energie aan de ontvangerzijde wordt gemeten dan aan de zenderzijde wordt gegeven. En hij beweert, ja, maar dan hebben ze dus iets van de kosmische energie ingevangen, waardoor ik uiteindelijk hoger uitkom dan op de zender. Helemaal begrepen is dat wetenschappelijk nog niet. Een waargenomen feit is dat echter wel. En ik vind dat van waargenomen feiten uitgegaan moet worden, ook al weten we op dit moment nog niet precies wat de theorie achter deze waarneming is. Een paar waarschuwingen. Dat is duidelijk. Vrouwen die zwanger zijn, niet behandelen. Personen die een pacemaker hebben, niet behandelen. Wat kan wel? Nou, laat het maar gewoon lopen. Dus ook al zet je het naast je bed en je gaat er tussenin liggen, dan treedt geen vermoeidheidsverschijnsel op. Ja, dus je pikt wel energie, maar ik moet zeggen, ik heb zelf ook niet gemerkt dat er een soort stralingsmoeheid ontstaat door overbelichting met scalar waves. Wat nog een extra voordeel is, is als je nou de lengte tussen die twee ophoogt, laten we zeggen een meter of 3, 4, misschien 5, dan zou je in principe 2 of 3 mensen tegelijk kunnen behandelen. Dat is mij een aantal weken geleden overkomen. Mijn schoonouders die zijn 83 en 85 en die kregen van de thuiszorg een brief. Sorry, sommige verpleegsters in ons team hebben corona opgelopen. Die kunnen niet meer komen, die gaan in quarantaine. Maar zolang ze dat werk nog hadden gedaan, zouden ze in theorie u nog hebben kunnen besmetten de laatste 2 weken. Oké, wij dachten van, oh gut, wij hebben dan genoeg afstand gehouden. Ja, dat kan bij verpleegsters natuurlijk niet. Die moeten dan de patiënten wassen en aankleden. Dus die moeten dan een contactberoep hebben. Dat kan helaas niet anders. En wat gebeurt er? Ja, inderdaad, een paar dagen later werden ze allebei ziek. En wij dachten, oh jee, dat is natuurlijk weer een longontsteking. Ja, en mijn test wees inderdaad uit dat ze longontsteking hadden. Ik dacht, nou, dat moet corona zijn. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik heb als volgt gedaan. Ja. Ik heb hier, hier was op de bank. Zo, dit is de bank. Ik heb ze allebei samen op de bank gezet, zo. En ik heb hier mijn doos neergezet. Zo, kabel ertussenin. En ik heb het als volgt gedaan. Goed, presets, scaler natuurlijk, programs, corona. Hop. Dan hoef ik dan even niet Hulda Clark aan te zetten, want die wist dat toen nog niet dat dat kon.
Goed, wat heb ik toen gedaan? Even kijken, ik heb coronavirus gedaan, deze. En COVID-19 voor NL63, dat is Nederland. Oké, dat is samen, is 51 plus 30, is ongeveer 80 minuten. Ik heb die 80 minuten zo laten lopen. Even kijken, 0,02% wobbel erop gezet. Control, klik en dan zie je dat 1 uur 21, dit is bijna anderhalf uur. Ik heb het anderhalf uur laten lopen en tot mijn stomme verbazing was de volgende dag, waren de longontstekingklachten nagenoeg weg. Ja, dus op de ziektedag had hij inderdaad het gevoel van nou, ik kan niet meer vooruit. Wij dachten van nou, dat gaat fout, misschien moet hij wel naar intensive care, maar dan is hij waarschijnlijk te oud voor. Ik was bang dat ze hem in het ziekenhuis niet zouden accepteren. Hij kon ook bijna niet meer op zijn benen staan, reageerde bijna niet meer op vraag en antwoord. Maar de volgende dag schuifelde hij met zijn rollator weer door de tuin en het leek allemaal weer zonnig. Hij zat in zijn tuinstoeltje van de zon te genieten, dus ik dacht van nou, we hebben het ergste weer gehad. Ja, met andere woorden, je kunt ook twee personen tegelijk behandelen. Hier staat alleen als een waarschuwing bij dat als je met twee personen werkt, dan is het natuurlijk wel prettig dat ze ook niet zoveel van elkaar verschillen. Als ze allebei zeg maar min of meer dezelfde klachten hebben, dan kan dat. Maar je gaat natuurlijk niet een gezond persoon en een kankerpatiënt naast elkaar zetten. Stel voor dat de ene de ander de informatie overdraagt. Dat zou natuurlijk niet logisch zijn. Hier zie je dat ik dan hier zo in de praktijk zit. De twee dozen naast elkaar. Meestal stel ik dan in op 5,85 MHz. En mijn generatortje hier hangt eraan met zijn eigen geheugen. Ja, en dan kan ik dan ook starten wat ik maar wil van die 30 posities in het geheugen. Dan ben ik hier zo'n beetje aan een vraag en antwoord rondje toe. Ik neem aan dat er veel vragen zijn aan de hand van deze presentatie. Je hebt hier bovenin heb je een Q&A-knopje. En aan de hand van dat Q&A-knopje zal ik hier in beeld brengen welke vragen gesteld kunnen worden. Patricia Bijlhout vraagt: kan je dit ook op je schildkliermedicijnen gebruiken? Het probleem met schildkliermedicijnen is dat die gedoseerd zijn op een bepaald level. Als dat niet adequaat werkt, dan kun je inderdaad deze medicijnen gebruiken. Leg dan één zo'n pil op de receiver. Houd er alleen rekening mee dat als iemand precies op het niveau zit door gebruik te maken van die medicatie, dat het weer praktisch normaal is dat hij overgedoseerd kan raken. Ja, en in dat geval krijgt hij last van gewichtsafname, opgejaagdheid. Dan wordt het een soort ADHD'er. Ja, en dan komt iemand misschien wel weer, als hij dan zijn medicatie wat aanpast, wel weer in balans. Maar pas alsjeblieft op. Doe niet roekeloos medicatie veranderen. Doe dat het liefste in overleg met je arts. Want die arts die heeft waarschijnlijk dan dat medicijngebruik geleveld op de mate van afwijkingen die hij in het bloed heeft gezien. Als je daarmee gaat rommelen, kan het zijn dat je of te hoog of te laag uitkomt. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen van nou laat die medicijnen maar zitten, doe het met de scaler. Even kijken. Kun je de code nog een keer laten zien? Jazeker. Copy. En paste. Type answer. Kunt u de code laten zien? Type answer. Hier. Paste. Ja,
Dat is de code KMPFVT3N. Ja, en dan krijg je dus 5% korting. Oké, even kijken. Bij aanschaf, welk verschil is er tussen de generator X en de plasma? Generator X heeft alleen maar een verschil met de generator XM. Als je daar iets over wil weten, ga naar mijn website en dan kun je klikken op Spooky 2. Ja, en Spooky 2, daar wordt dan hier uitgelegd wat de technische verschillen zijn tussen de blauwe XM-generator, hier de nieuwe generator X, want deze die loopt tot 40 MHz. Ja, de 5XM die geeft dan maximaal 5 MHz. Dus dat is de kloksnelheid van de doos. Ik moet zeggen, de reden dat ik met deze Spooky generator ooit begonnen ben, dat is omdat ik op zoek was naar een frequentiegenerator. En toen vond ik er eentje in Amerika. ik zal je ook laten zien wat ik gevonden heb. GB4000 dacht ik dat het heette. Even kijken. De GB4000. Dat is een product hier, shop online. Hier, frequentiegenerator, even kijken. Goed, dus dit was een frequentiegenerator, programmeerbaar op USB, plus een versterkertje op 2,5 mil. Toen dacht ik, ja, verhip, stel voor dat ik dat bestel. Dan heb ik natuurlijk toch nog misschien een paar honderd euro transportkosten, verzekeringkosten. En dan moet ik hier in Nederland nog weer de BTW afrekenen. Dus dan kom ik misschien op 3,5 mil uit. Ik dacht toen bij mezelf verdikken, ik ga het proberen met AliExpress. En ik vond, tot mijn stomme verbazing, vond ik Spooky. En toen dacht ik van ja, wat de hel. $100, daar val ik geen bult aan. Dus ik heb à la seconde dat ding besteld. En tot mijn stomme verbazing werkt het als een tierenlier. En sinds die tijd ben ik helemaal verslingerd aan de generator van Spooky. De blauwe, ik gebruik hem nog steeds. Je kunt hem overklokken. En dan pers ik er toch nog frequenties uit van 25 MHz. Ja, de generator X is de nieuwe generatie. Dan heb je twee apparaten in één doos. Dus je hebt hier generator 1, generator 2 en dan ook nog een hogere doorloopfrequentie. Dus in principe als je deze overklokt, dan kom je wel tot 100 MHz. Dus daar komt een radiofrequentie uit. Ik moet zeggen, dat vind ik geweldig. Had Rijfie dat ooit maar geweten, dat zijn laboratorium in een Lucifer-doosje had kunnen passen. Ja, want met die moderne chiptechnieken is dit allemaal mogelijk gemaakt. Goed, de accessoires. Dit is een plasmalamp. Ik gebruik die ook regelmatig. Die heeft sterke effecten, vergelijkbaar met die van de scalar installatie. Ja, dus dan hang je één zo'n, laten we zeggen, ouderwetse, tussen aanhalingstekens, ouderwetse XM-generator van 100 euro aan zo'n versterker. Die versterker die maakte dan 1200 volt van, of 1500 volt, ik weet niet precies. En die brengt die heliumbol tot oplichten. En die veroorzaakt dan ook de mogelijkheid om in die oplichtende bol een frequentie te zetten. Precies zoals Rijfie dat deed. Wil je dat even nog een keer bekijken? Kijk dan ook naar bijvoorbeeld Rijfie. Videos.com. Ja, want dan kun je dan die filmpjes ook daar bekijken hoe hij dat deed. Hier zie je het, dat hij dus ook zo'n generator had. Die is alweer een tweede generatie van Rijfie, dus dat neemt niet zeg maar een heel laboratorium in beslag. Maar die fles die hierboven hangt, dat is dan ook een plasmalamp. Helium gevuld met twee elektrodes.
en die zendt dan de frequentie uit. Dat was zijn techniek. Je kunt in deze website grasduinen wat je wil. Alle informatie over RIFI is daar tot je beschikking. Goed, ik zet even weer mijn plaatje open. Even kijken. Is dat duidelijk dat generator GX verschilt van XM en de scalar wave is niet hetzelfde als de plasmalamp? De etherische olie in verband met reinigen van de lymfeklieren, dan kun je Echinacea of Echinafors van Dr. Vogel gebruiken. Hoe ver mag de zender en de ontvanger van elkaar zijn? Dat maakt niet zo heel veel uit. Ik zet hem altijd op een metertje of 3. Maar 10 meter mag ook. Dat heeft voor de sterkte van het signaal niet zoveel effect. Het neemt eerder toe als af. Hilda Schult, als je de medicatie op de transmitter zet, nee, die zet je op de receiver. Dan moet het in een dicht flesje of testbuisje zitten. Ik stop het meestal in een glazen ampulletje. Ik heb lege ampullen besteld. Die kun je zelf ook bestellen. Even kijken, die bestel ik bij totaalbalans.nl. Want dat is het goedkoopste. En ik heb altijd een grote voorliefde voor goedkoop. Dan bij hier buisjes en lege doosjes. Ja, dus je kunt lege buisjes bestellen daar op totaalbalans.nl. Zijn hele aardige mensen, ik heb ze ooit gesproken. Je kunt ook bijvoorbeeld bestellen gevuld met alcohol. Bijvoorbeeld, ik bestel meestal deze, die met 90%, 96% alcohol. En dat kost zeg maar €16 voor, ik denk 50 van die dingetjes. En wat doe ik daar dan mee? Die leg ik bijvoorbeeld op de transmitter. Die ampulletjes worden dan opgeladen, net als dat glas water. En die geef ik dan aan de mensen mee. En dan zeg ik van gebruik dit alsof je een homeopathisch dingetje gebruikt. 2 druppels op een glas water, 's morgens, 's middags en 's avonds. Ja, want het is pure alcohol. Dus druppel die 96% alcohol niet recht op je tong. Dan heb je een blaar. Dat wil ik je ook weer niet aandoen. Maar het is toch wel behulpzaam. Als dan 2 druppels van zo'n alcoholampulletje in een glaasje water. Even laten staan. Even goed schudden in je glas. Dus neem een hoog glas met een klein beetje water. Dan kun je een beetje zo roteren. Ja, en dan achterover kiepen. Dat werkt voor een heel goed doel. Even kijken. Hier deze. Nee. Kleiner. Goed. Volgende vraag. Scaler altijd 30 minuten. Dus niet op RIFI of ortomoleculair. Een moeilijke vraag. Ik dacht dat ik dat goed gedemonstreerd had. De looptijd van een programma is wat het programma aangeeft. Als je daar de tijd niet voor hebt, dan kort je hem in. Dus je hoeft hem niet in te korten. Dat is alleen, ik heb hem ingekort tot 50%, omdat ik dan voor die patiënt niet langer de tijd had. Dus als je een half uur... Ja, ik heb meegemaakt, iemand komt bijvoorbeeld met een schouder. Ze noemen dat frozen shoulder. Dus wat gebeurt er nou? Hij kan die arm niet meer omhoog krijgen. En ik zei, nou ga maar zitten. Ik heb hier dan zo'n scaler ding. Misschien gaat dat werken. Ik had het ding net in huis. Een paar weken denk ik. En ik start dan ook een programmaatje. Even kijken. Ik zet dit even aan de kant. Programs, frozen shoulder, ja, alle databases open, goed, gooi die even weg, frozen shoulder, 30 minuten, tak, niks aan doen,
2%, 0,02% wobbel erop. Oké. In dit geval loopt het dan 30 minuten. Dat is misschien zelfs nog voor frozen shoulder wel wat veel. Dus je kunt dat ook inkorten tot 15 minuten. Maar dan moet je dus dit dwell multiplier weer op 0,5 zetten. Dan hou je maar 15 minuten over. Dus ik vraag aan hem na 15 minuten, sta eens op. Heb je iets gemerkt? Nee, ik heb niks gemerkt. Nou, probeer die arm eens in de hoogte te krijgen. Ja, jongen. Ik stond er zelf aan te kijken, want die arm die ging helemaal omhoog. Hij kon hem volledig in de rondte draaien. En ik sprak hem 3 maanden later, was nog steeds in orde. En dan te bedenken dat de dokter dus al 2-3 keer een prednisonspuit in die arm gezet had, maar het had niet geholpen. En een kwartiertje op de scaler, hij was stom verbaasd. Ik trouwens ook. Heb je ervaring met scannen via de scaler? Ik heb dat ding net binnengekregen, een paar weken. Is een klein extra apparaatje. Ik heb dat hier nog liggen. Dit is dat kleine apparaatje. Dat is dat apparaatje wat je in de link cable verbinding moet schuiven. Ja, wat kun je daarmee doen? Je kunt er dan een scan op laten lopen. Dus dan gaat de generator 1. Dus het werkt uitsluitend met de nieuwe generator, generator X. Omdat daar namelijk 2 generatoren in 1 doos zitten, dan kan de ene kant die kan sturen en de andere kant kan meten. Ja, en dan wordt zeg maar tijdens het verloop van de frequenties in dat traject van verschillende frequenties wordt gemeten hoeveel absorbeert de persoon. Hoeveel energie steken we erin? Bij welke frequentie? Dan kun je dat lijstje opslaan. En dan achteraf gebruiken om de persoon in kwestie nog een keer na te behandelen. Op grond van die frequentielijst. Je kunt daar ook wel een reverse look-up mee doen, maar dat werkt niet. Omdat sommige frequenties, die worden bij 10, 20 programmalijsten gebruikt. Dus je kunt daar eigenlijk niet uithalen van wat markeert de patiënt. Wat wel gebruikelijk is, is dat je zo'n feedbacklijstje gebruikt om de patiënt in kwestie nog een keer te behandelen. En ook dat is wel degelijk effectief. Goed, Patricia. Als je een cursus Spooky 2 volgt, is het dan om praktisch gebruik? Ja. Ik geef een uurtje een toelichting op wetenschappelijk gebied en de rest van de dag, dat is de praktijk. Ja. Mochten er in het publiek van vandaag mensen zitten die thuis zijn in de wiskunde en de fysica, dan zou ik het wel geïnteresseerd zijn dat je me een e-mail stuurt. Want ik wil mezelf, ja ik ben nu 67, maar ik had toch nog wel het leuk gevonden om mijn wiskunde uit de HBS-tijd een beetje op te frissen. Misschien lukt dat wel. Goed, hier nog Rob van Dijk. Ik heb een GX en een scaler. Met de pads gebruik ik DNA-frequenties in mijn praktijk. Die zitten boven de 20 MHz. Kan de scaler dat aan? Nee. Dat kan de scaler niet aan. En dat komt omdat, zoals je hier al gezien had, in de settings wordt die aan- en uitgeschakeld. Dus als je een carrier-frequentie hebt van ongeveer, laten we zeggen, 5 MHz... dan is hij dus al, heeft hij een puls van 2,5 miljoen keer aan en 2,5 miljoen keer uit. Dus hij kan dan niet hoger aan uitgeschakeld worden dan de carrier zelf. Ja, dus je zult altijd frequenties moeten hebben die liggen onder de maximale frequentie. En dat vind je ook hier. Dus dat bij presets, scaler. En dan settings, dan vind je hier dat de maximale frequentie wordt afgeblokt. Ja, en dan wordt die dan met octaven teruggerekend naar wat het had moeten zijn onder die frequentie. Ja, dus de frequenties boven de 20 MHz worden altijd omgerekend naar bruikbare frequenties in het spectrum van de scaler.
Karin Daler, kan ik ook een Shungite steen op de scaler leggen? Uitstekend idee. Dan kun je die steen opleggen. Misschien zit er ook wel een kettinghangertje aan. Dan kun je hem op je borstbeen hangen of zoiets. Volgende vraag. Mijn broer heeft Parkinson. Behandelt u ook patiënten? Ja en nee. Parkinson-patiënten heb ik nog nooit in mijn praktijk gehad. Lijkt me ook uitermate moeilijk, omdat het gaat om afgestorven hersencellen. Misschien dat het zover is dat nog levende hersencellen iets kunnen betekenen. Ik heb er nog geen ervaring mee. En als het een nieuwe patiënt is, mijn wachtlijst is inmiddels opgelopen tot 1 november. Dus de wachtlijst is dramatisch geworden. Sinds ik die spooky cursussen doe, staat de telefoon rood gloeiend. Sinds de coronacrisis iets geluwd is. Ik heb zeg maar de tent 4-5 weken dicht gehad. Ik ben nu weer langzamerhand weer wat gaan doen. En ik word overspoeld met behandelaanvragen. Dus probeer het gerust, maar gok niet op een korte termijn antwoord. Anja Kolen vraagt, moet de beugel-BH of piercings verwijderd als je een scan doet? Lijkt me een goed idee. Houd bijvoorbeeld gsm's. Piercings, metalen en dergelijke, het liefst zo ver mogelijk weg. Leg die even aan de kant. Erik Mooi, ik heb zelf een MBO en zapper. Bent u al lang mee bezig geweest voordat u het snapte? Nee, helemaal niet. Ik heb inmiddels ook natuurwetenschappen gedaan, dus er zijn een aantal dingen die ik wel snap. Dat heb ik gedaan trouwens via de Open Universiteit. Ik ben 25 jaar actief geweest als docent in de computerbusiness. En omdat dat part-time was als ZZP'er, heb ik in mijn vrije tijd ook nog mijn bul gehaald in de natuurwetenschappen bij de Open Universiteit. Ik heb er 15 jaar op gedaan, maar het was leuk om te doen. Vandaar dat ik dus het een en ander snap van computertjes en ook van software. Ja, en ook heb ik meestal wel, als ik nieuwe software uittest, na een paar uurtjes klikken wel in de gaten hoe het werkt. Geen probleem. Anja vraagt nogmaals, gebruik je altijd de wobbel? Ik gebruik altijd de wobbel bij pathogenen. Maar zo niet, nee, ik gebruik hem niet als het gaat om deze rubriek. In de programs heb je hier bijvoorbeeld molecular weight. Dus als het gaat om bijvoorbeeld het stimuleren van, laten we zeggen, witte bloedcellen, filgrastim. Hier bijvoorbeeld deze, filgrastim, molecular weight. Dat is een synthetisch berekende frequentie op grond van de kwantummechanica. Daar zal ik je nu even niet mee vermoeien. Maar dat wordt ook verkocht onder de naam Neupogen of Neulasta. Wat doet dat spul? Dat is een hormoon. En dat hormoon dat stimuleert witte bloedcellen. Als iemand dus een zwak immuunsysteem heeft, of hij wil oppeppen na een chemokuur, geef hem dan filgrastim. Ik denk dat 10 minuten per 2 dagen is genoeg. En dan stimuleert dat witte bloedcellen. Ja, en dan, dat is vanwege het feit dat chemokuren dat liquideert natuurlijk tumorcellen. Alleen je witte cellen worden ook opgeruimd omdat dat de sneldelende cellen zijn. Dus meestal, als je tumorcellen ter dood brengt, dat is dan heel prettig. Maar dan als je opruimcellen niet functioneren, dan schiet je er niet zo heel veel mee op. Ja, dus je kunt het stimuleren. Trouwens, je kunt ook erythropoëtine gebruiken.
Hier deze. Erythropoëtine is bekend uit de wielersport dat het een bloeddoping is, want dan gaan de rode bloedcellen omhoog. Mensen met zuurstofgebrek zouden er bijvoorbeeld met erythropoëtine geholpen kunnen worden. Ja, en in dat geval, als ik een MW-frequentie gebruik, gebruik ik geen wobbel. Ja, omdat dit een heel nauwkeurig uitgerekende frequentie is. Chris Wens zegt, kan zender en ontvanger op verschillende diepten staan? Bijvoorbeeld eerste verdieping, tweede verdieping. Ja, prima. Alleen moet je dan wel de antennes horizontaal plaatsen, hè? Eentje met de deksel op de bodem en eentje met de deksel omhoog. Dat lijkt me dan logisch. Maar tussenliggende metaaldelen en betonvloeren, dat maakt niet zo heel erg veel uit. Kunnen we ook een replay ontvangen van deze cursus? Ja, ik heb een recording in de maak. Die zal vanavond waarschijnlijk gerenderd worden en dan morgen op transport gezet naar Spooky Team. En die zet hem op YouTube. Anja vraagt nog, wat is het verschil tussen scalar en plasma? De manier van belichten. Dus scalar is helemaal elektronisch. Plasma is dat er een bol tot lichten wordt gebracht. Ja, omdat die gasontladingen in die bol iets doen met dat helium. Ja, dat is wat Tesla deed. Hij zette ergens een voltage ertussen. Als de voltage maar hoog genoeg is, treedt er een vonk over. Normaal gesproken is helium geen geleider. Alleen bij een bepaald voltage krijg je een doorslag van spanning. Ja, en dan is in feite bijna het effect identiek. Alleen als de scalar wordt gebruikt, dan heb je meteen ook effect op het hele lichaam. En met de plasmalamp, ik gebruik dan de bol, de Phanotron bol, om zeg maar, dat is een puntbron, om dan, laten we zeggen als iemand voor prostaatklachten komt, om dan de prostaat zoveel mogelijk intensiteit te geven. Patricia Bijlhout, kan je Parkinson met Spooky behandelen? Heb ik geen specifieke ervaring voor. Heb je IMCO ten kate? Heb je ervaring met actinische keratose en basaal celcarcinoom? Als het gaat om huidproblemen, kun je beter de Miramate Flash gebruiken. Dat is wat je zelf ook al zegt. Ik heb die zelf ook in huis. Ik heb ook een paar keer op huidvlekken dat geprobeerd en dat brengt inderdaad verbetering. Of ik heb zelf geen test gedaan met een basaal celcarcinoom. Over het algemeen is een basaal celcarcinoom niet heel erg gevaarlijk. Maar wordt meestal wel weggehaald om metastases te voorkomen. Goed, kunt u de namen van de medicijnen nog eens noemen? Dat is wat ik hier dacht ik had getoond. Dus dat is zeg maar Echinavors, antibiotica. Ik heb verschillende varianten daarvan, net wat patiënten meenemen. Probiotica, dat is zeg maar een product met levende darmbacteriën, uit melk geproduceerd. Denk ook aan yoghurt. Alleen als je bijvoorbeeld zoiets neemt als, hoort het ook alweer, die doppies met zo'n melkproduct wat je dagelijks neemt. Dat is yoghurt en er zit ook zoetstof in, en of misschien wel suiker. Dan stop je in de maag en de maag die vernietigt dat. Als een probioticum in een capsule wordt gebruikt en je slikt dat door, dan valt die pas in de darm uit elkaar. En daar is het basis en niet zuur en dan blijven ze in leven. Anja vraagt, filgrastim of erythropoëtine, kan het ook bij kaler of leukemie? Dat zullen we eerst moeten testen. Dat kan. Bij kaler heeft inderdaad erythropoëtine gewerkt. Die ene die ik daarmee heb behandeld, dan gaat zeg maar
Het probleem van kaler en leukemie is dat ik te veel witte cellen maak. Die overdaad aan witte cellen is ook niet actief. En misschien kun je ze in de goede richting buigen met behulp van erythropoëtine, omdat ze gestimuleerd worden in de richting van rode bloedcellen. Heb je ook wel eens een dier behandeld met de scaler? Nee, wel met de Bicom. Bedoel de medicijnen bij de chemokuur? Als iemand een chemo achter de rug heeft, neem dan Vulgrastim. Ja, bij de chemokuur is het maar net wat de dokter erin stopt en dat weet je nooit van tevoren. Mocht het zo zijn, en dat is mijn zus overkomen, die kreeg dan chemo. Ik ging er dan naast zitten en ik maakte elke dag een boekhouding met een notitieblokje. Wat stoppen ze erin? En dan schreef ik dus de namen op van de stoffen en de concentratie van wat op de zak genoteerd stond. En dan heb ik ook nog tegenover het verplegend personeel de geruststellende mededeling. Denk niet dat dit bedoeld is als controle, maar ik wil graag weten wat er gebeurt. Ja. Ik heb iemand, zegt Marcel Overeem, met een E-ring sarcoom in de bovenkaak. Moet ik uitzoeken, ik heb nog nooit van een E-ring sarcoom gehoord. Sorry. Stel die vraag maar een keer op de e-mail, want misschien dat ik er nog tijd voor vind om dat een keer uit te zoeken. Bent u bekend met achalasia? Nog niet. Alle dingen die ik niet ken, zoek ik uit. Mag Vilgrastim ook bij... Nee, kijk, Vilgrastim stimuleert witte cellen. Dat doe je natuurlijk nooit bij leukemie, want dan stimuleer je juist de verkeerde kant. Je moet dan de rode cellen stimuleren en niet de witte cellen, want bij leukemie heb je al veel te veel witte cellen. Alleen het probleem van die witte cellen is dan dat ze verkeerd werken. Dus je moet absoluut niet de witte cellen stimuleren. Dat zou verkeerd omgeredeneerd zijn. Goed, ik zie dat het inmiddels 5:10 is. Ik denk dat ik door de vragenlijst heen ben. Oh, wacht even. Ik krijg hier nog de melding. Achalasia is het onvermogen van de maagkleppen om te ontspannen, waardoor het voedsel blijft steken. Dat heb ik ooit behandeld, maar dat heb ik met de Bicom gedaan. Ik heb het nog nooit geprobeerd met de scaler. Maar het is een goede vraag. Misschien vind ik het nog wel een keer op de scaler. Stuur die vraag maar per e-mail. Goed, dan vermoed ik dat we hier een beetje aan het eind van de sessie gekomen zijn. Ik dank jullie hartelijk voor het gehoor, voor de aandacht. Ik hoop dat jullie er wat mee gehad hebben. Ik werk zelf al met de spooky generatoren al 1 jaar of 5. Ik moet zeggen, een paar keer heb ik ook al een test genomen met de remote. De belangrijkste test die ik ooit met de remote gehad heb, was een dame met een aandoening. Ik had gevraagd van stuur het maar in, die nagel. Ik wil wel een keer een test doen met Spooky Remote. Zij stuurde die nagel, die kwam met de envelop binnen. Ik start 's morgens om 9 uur de behandeling met de nagel in de remote. Ik stuur 's avonds een appje om 11:00. Ik ben vanmorgen begonnen met de behandeling. Het antwoord kwam terug. Ja, dat had ik vanmorgen al gemerkt. Ik had het gevoel dat je al begonnen was. Maar die nagel had er 14 dagen over gedaan om met de post naar mij toe te komen. Maar weet je waar ze zat? Zij zat in Tel Aviv. Het was voor mij een schokkende ervaring dat de afstand dus absoluut geen enkel verschil maakte. Goed. We zullen de afsluitingsprocedure er maar beginnen. Ik dank jullie hartelijk. Ik zou zeggen succes met jullie apparatuur, met de Spooky Scaler, de Spooky Plasma of de Spooky Remote. Mochten jullie ergens in problemen komen, dan stuur dan maar een e-mail. Alsjeblieft niet
niet overdreven veel e-mail, spaarzaam gebruiken, maar ik ben bereid je vragen te beantwoorden. Dan zou ik zeggen, hartelijk dank voor nu en wellicht tot later. Tot ziens. Until we meet again.